De fractieleider van Doe, Karel Breiveld, constateert dat de regering de afgelopen jaren in grote mate een go-no-go-beleid heeft gevoerd. Breiveld sprak vandaag bij de voortzetting van de begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2018. Hij haalde als voorbeeld aan de overeenkomst met het IMF, die in eerste instantie met veel fanfare is binnengehaald en later als koud en berekenend is afgeschilderd. Parijs zou volgens Breiveld de toegangspoort tot Europa zijn en vervolgens volgde er een slechte uitleg rondom de aankoop van een ambassadegebouw. Een echt go-no-go project. Mevrouw de voorzitter, we hebben de zogenaamde erkenning gehad van de Republiek Kosovo door de regering. Binnen enkele maanden was het weer terug ingetrokken, deze erkenning. Teruggedraaid. We hebben de naschoolse opvang gehad. En na een tijdje moest dat ook weer stoppen. We hebben de aanschaf gehad van boeken voor het onderwijs. 8,2 miljoen. Vervolgens zijn die boeken niet ingezet. Go, no go. Mevrouw de voorzitter, we hebben de Alcoa case gehad. Een case waarbij we heel duidelijk hier ook in het parlement standpunten en stellingen hebben ingenomen. En we dachten het zou allemaal vlot en goed verlopen. Ja, tot nu toe, mevrouw de voorzitter, geen duidelijkheid. Breiveld haalde nog tal van voorbeelden aan waaruit afgeleid kan worden dat nagenoeg geen van de projecten die geïnitieerd zijn verder zijn uitgevoerd. Hij wijst de regering hierop omdat het volk hoop krijgt en die hoop wordt daarna de bodem ingeslagen. De Doe-fractieleider plaatste ook kanttekeningen bij het beleid van het ministerie van Onderwijs. Zo wilde hij weten hoe de achterstallige schulden voor de verstrekking van schoolvoeding betaald zullen worden. Er is namelijk 0 cent opgebracht voor deze post. Breiveld wilde ook weten hoe het staat met de begroting van het Conservatorium Suriname. En ook dat bedrag is teruggebracht. Er wordt daarbij antwoord gegeven door het ministerie dat de stichting een zelfstandige rechtspersoon is. De overheid subsidieert. Voor zover bekend blijft de stichting in een huurpand, is het antwoord van het ministerie. En inderdaad is het conservatorium zelfstandige rechtspersoon. Maar ze staat op het begroting van het ministerie van Onderwijs. En daarom moet het ministerie van Onderwijs ook antwoord geven op een aantal vragen die met betrekking tot het conservatorium worden gesteld. Zodra er overheidsgeld ergens in wordt gestopt, geld van de staat, dan is het niet gewoon, het is een rechtspersoon, maar dan moet verantwoording afgelegd worden van die middelen die vanuit de overheid aan die rechtspersoon wordt gegeven. En dan is de vraagstelling naar, over met name die specifieke instelling, 100% op zijn plaats. Want het zijn middelen van de belastingbetalers, van de burgers. Dus we kunnen niet volstaan met het is een rechtspersoon. Nee, we moeten weten wat daar met het geld gebeurt. En ik zie graag dat daar ook duidelijk antwoord is, wordt gegeven. We vragen ons ook af wat er gaande is. We begrepen uit het nieuws dat de directeur van het conservatorium ontslag genomen heeft. Dit is zeer opmerkelijk na een schitterende afstudiepresentatie in Thalia in augustus 2017... waar ik zelf ook aanwezig was. Breiveld wilde weten waarom er eerst zoveel lof was voor directeur Ramon Williams, die nu op eigen verzoek met ontslag is gegaan. Hij heeft graag dat de minister van Onderwijs antwoord hierop geeft. Williams is dus niet met ontslag gestuurd, maar heeft zelf zijn ontslag aangeboden aan het bestuur. De ex-directeur heeft aangegeven dat hij te zijner tijd zal ingaan op de redenen van dit ontslag.